Vrienden, wat is er aan de hand met Nederland? Ja, dat is de vraag. Ja, twee dingen die wil ik eventjes naar voren gooien. Allereerst dat van, niet de beste, maar wel de gekste. Ja, stapelgekste. Ja, daar in Tilburg. Die goed bij hun hoofd daar. Heb je dat gezien? Dan hebben we net alles uitgelegd in persconferenties, de kranten. Hé, lezen jullie geen kranten daar, Kruikenseikers? Hoe is dat daar in Tilburg? Zijn we er officieel mee gestopt om een journaal te volgen? Gewoon om alles even een beetje bij te houden. En dan weet je dat de coronagolf komt er weer aan. En jullie doen net alsof er niks aan de hand is. En jullie misdragen je daar gewoon. Want dat is wat het is. En dan ga ik niet alleen de schuld neerleggen bij die supporters hoor. Wat denk je van die gemeente daar? De gemeente Tilburg. Die burgemeester, die kan zo bij het oude vuil. Weg met die man. En wat dacht je van die mensen die zeggen dan, er komt er een of andere mevrouw van Tilburg. En dat is dan de woordvoerster van de gemeente. En die zegt dan, het is de eigen verantwoordelijkheid van die supporters. Ach mens, ga in godsnaam verder in je leven in de keuken en hou op. En houd je kop verder. Wat is dit voor een geneuzel zeg. Hoe haal je dat in je hoofd? Dus dat wil zeggen dat vanaf nu is het altijd eigen verantwoordelijkheid. Dus je rijdt maar de rood en je gaat je gang maar en je steelt maar raak en je moordt maar als je zin hebt, want het is je eigen verantwoordelijkheid. Wat een onzin. Hoe is het mogelijk? En tegen al die supporters zou ik willen zeggen, wat denken jullie van al die mensen die in de zorg werken, hoe die naar jullie kijken. Dat jullie gewoon maar staan te feesten en te doen en bovenop elkaar. Een paar honderd meter verder werken die zich helemaal te pletter voor zo'n loontje. Dag in dag uit om ons gezond te houden en om ons te beschermen. En jullie doen maar raak en dit. Trouwens over het zorgpersoneel gesproken. Heb je die gelezen dan? Die worden gewoon bedreigd en bespuugd in de ziekenhuizen. Mensen kunnen zich niet meer gedragen. Daarom zeg ik, wat is er aan de hand met Nederland? Ze schoppen en slaan en bijten het zorgpersoneel. En niet, dat zijn geen incidentjes. Dat is niet van, oh, dat is vorige week eens een keertje gebeurd. Nee, dat komt met regelmaat voor. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe is wat een enorme stuitende traagheid van de geest om zulke dingen te doen. Dat zijn nou juist de mensen die we moeten koesteren. Dat zijn nou juist de mensen die we op het schild moeten zetten. En dan gaan, probeer het eens in elk buitenland. Probeer het in elk ander land. Zorgpersoneel aan te pakken. Dat te doen wat wij doen met hun. En dan zul je zien, dan zit je voorlopig niet meer thuis. Nederland, ik weet het niet. En daarom vraag ik mij met jullie af, wat is er aan de hand met Nederland?